De Anton de Kom Universiteit van Suriname gaat over tot versoepeling van de eerder genomen COVID-19 maatregelen. Het bestuur van de universiteit heeft in overleg met de decanen van de verschillende faculteiten besloten dat er een aangepast jaarprogramma opgesteld zal worden. Dit programma gaat over de perioden 1 juli tot en met 17 augustus en 1 september tot en met 31 oktober. Het afstuderen online of fysiek zal plaatsvinden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. Het fysiek onderwijs, inclusief praktijk, zal in kleine groepen toegestaan worden. Ondanks de versoepeling is besloten dat het afstandsonderwijs voortgezet wordt zolang er nog besmettingsgevaar is. Het bestuur meldt in een circulaire dat de vorige week is gestart met een grote schoonmaak van de campus. Ook de onderwijsfaciliteiten krijgen een schoonmaakbeurt. Het nieuwe academisch jaar zal ingaan op 1 november in plaats van 1 oktober 2020. De invoering van een uniforme jaarkalender voor het academisch jaar 2020-2021 wordt nog even aangehouden.